Het is de vraag of carnaval dit jaar doorgaat. Verschillende steden lassen de optocht al af. Hebben Tilburgers hoop op een carnaval dit jaar? Ik ben bang van niet. Want ja, hoe het nu met corona zit, ja. Ik denk het wel. Ja, daar hoort nog een vraag. Ja, tegen beter weten in hoop ik van wel. Ik denk dat carnaval niet door zal gaan. Ik vrees van niet. Ja, ik denk als het doorgaat misschien een aangepaste vorm. Dat de opstoet, heet dat, hè, in Tilburg, dat die doorgaat. Misschien, nou dat zal het denk ik wel zijn. Ja, weet je, je hebt nou zo'n vrij strenge lockdown, maar met boosterprikjes, misschien QR-codes, alles erop en eraan. Wie weet. Ik vind niet dat ze het kunnen maken om weer een jaar over te slaan. Nee, ik ben het er niet mee eens, maar als ik het beleid zou moeten maken, zou ik het ook weer niet door laten gaan. Dus dat is lastig in deze hele discussie, want ja, we weten, denk ik dan, dadelijk over een aantal jaren pas waar we goed aan hadden gedaan. Het is ook ontzettend jammer voor mensen voor wie carnaval super belangrijk is. En dat snap ik wel. Daar ben ik het ook mee eens. Want ik vind de volksgezondheid vind ik belangrijker dan carnaval. Hoe wij het kennen denk ik op dit moment niet. Maar ik hoop dat minimaal wel de terrassen open zijn. Dat ze daar gewoon in een maf outfit nog een drankje kunnen gaan doen. Maar ik ben er eigenlijk heel bang voor op dit moment. Samenkomen in grote groepen met kerstmis of zo is ook niet verstandig. Dus ja, dan maar een keer niet. En misschien een leuk feestje bouwen in de zomer. Gewoon een zomeroptocht. Dan zou het maar een keer moeten dat het minder gevallen zijn die positief zijn. Of dat ze het in kleine groepen mogen doen. Ja. Dus op vaste locaties iets organiseren. Waarbij carnaval best wel heel erg leuk is natuurlijk. Maar goed, dan doen we thuis een beetje gek. Dat lukt ook wel.